Dus dat is denk ik goed. Dan over de. Dus wat het geval is, is dat het. Het was een voormalig slipdepot. En door de vervuiling kan je daar ook moeilijk graven. Dus we kunnen daar dan niet sociale huurwoningen neerzetten. Anders hadden we dat vanzelfsprekend gedaan. Maar je krijgt dan de vraag van wat doe je dan met het gebied? Hè? Laat je het leeg? Wat ga je doen? Dus omdat er geen alternatieven zijn, hebben we gezegd van nou, laten we dan kijken naar een zonnepark. Waarmee wel 10.000 huishoudens kunnen voorzien worden van stroom. Dus het is wel een serieus zonnepark. Dus ook met een serieuze capaciteit. En daaronder kan ook gewoon natuur groeien. Dat zien we natuurlijk ook op andere locaties. Dus het is ook goed voor de biodiversiteit. En er wordt ook gekeken of er ook in gewandeld zou kunnen worden. Of er recreatiemogelijkheden kunnen zijn. Maar in principe doen we het dus gewoon omdat er geen andere alternatieven mogelijk zijn op dat stuk grond. En dat heeft er echt mee te maken dat stuk grond vervuild is. We kunnen dat natuurlijk. We zouden er natuurlijk voor kunnen kiezen om dat te saneren, maar dat zou heel veel geld kosten. Dus nou goed, we geven dat geld ook liever uit aan andere dingen.